Hi iedereen, welkom bij een nieuwe video. In deze video ga ik laten zien dingen hoe je je vrienden aan het lachen kan maken. Ja, het gaan natuurlijk meerdere dingen zijn, want er zijn natuurlijk heel veel verschillende vrienden. Bijvoorbeeld de vrienden die heel vaak gaan lachen om grapjes, mopjes. En zo zijn er nog heel veel andere dingen waardoor je vrienden kan aan het lachen maken. Ik ga even naar boven. Ja, dat is mijn kamer. Want hier is het een beetje herrieig. Ik ben trouwens bij opa en oma, voor als je dat niet herkent. Klopt. Maar ja, eerst gaan we het eerste doen. Ik heb het eigenlijk al een beetje gezegd. Het is... mopjes vertellen. Oké, Jan. Ik probeer eventjes een klein mopje te verzinnen. En dan kunnen jullie zeggen of het een goede mop is die jij ook gaat gebruiken. Ik ben niet zo goed in mopjes vertellen. Verzinnen bedoel ik, wel vertellen. Maar ik heb eventjes een OG-mop in gedachten. Die je denk ik bijna wel zeker al wel kent. Het is niet heel grappig, maar misschien ben jij wel heel goed in moppen verzinnen. Dus misschien kun jij een... andere goede mop verzinnen voor je vriend te lachen maken. Oké, hier komt die. Een muis en een olifant lopen samen op een brug. Zegt de muis tegen de olifant. Lekker stampen, hè? Oké, sorry. Vroeger moest ik hier heel hard om lachen. Want dit was een van de eerste moppen die ik ooit in mijn leven kende. Dit is de eerste mop die ik ooit had gehoord. Echt... ik hoorde mijn eerste mop toen ik 2, 3 was. Echt heel lang geleden. Ik had eigenlijk niet echt geloven dat ik hem nu nog weet. Oké, dan op naar de volgende stap is gekke bek trekken. Je kunt heel veel verschillende gekke bek trekken. Bijvoorbeeld dit. Of dit. Maar dat zijn natuurlijk OG gekke bekken. Er zijn ook gekke bekken die anderen hebben verzonnen. Zoals dit is een gekke bek die ik heb verzonnen met een vriend van mij, Levi. Of de Game de Blauwbakkie. En Reds of Shy Guy Man. Zij hebben vrienden en we hebben dit samen bedacht. Kijk, eerst heb je je duim. En dan doe je zo met je duim. En dan doe je zo bij je neus. En dan ga je omhoog. En dan ziet het er al heel grappig uit. En dan, als je wil, kan je nog dit doen. Yeah! Yeah! Ik weet iets heel goeds. Als je je vrienden wil laten lachen met een filmpje of zoiets, kan je ook dit doen. Zag je slot? Oké, dat was niet echt een goed idee. Best wel goor, zoals ik al zei. Maar ja, het kan... vrienden aan het lachen maken. Het volgende is, je kan hem aan het lachen maken om iets te hebben wat hij echt helemaal niet leuk vindt, wat hij haat. Misschien iets van vroeger dat je het nog hebt. Ik weet het niet. Maar daar kan je dan iets grappigs mee doen. Jongens, de meeste jongensvrienden, ik heb ook niet heel erg veel van Elsa, maar wel best veel, niet heel veel, maar vroeger bedoel ik. Sorry, vroeger hield ik wel best veel van Elsa, alleen ja, nu niet meer echt eigenlijk. Dus ja, ik heb hier een Elsa pop en voor als je Elsa haat, is dit de beste tip. Dus ja, als je een Elsa pop hebt, dan tenminste. Dit is dus een Elsa pop. En ik ga één van de grappige dingen laten zien wat je met zo'n ding dat je vriend haat kan zien. Kan doen, bedoel ik. Hallo, ik ben Elsa. Joep. En ik ga laten zien hoe je over moet steken. Kijk, dit is de weg. Ik ga oversteken. Einde van Elsa. Dat is dus één van de dingen die je
Ja, ik kan het doen met zo'n bijvoorbeeld een Elsa-pop. Ja. Dat. En ja, we gaan maar. Ja. Ja. Dit was eigenlijk. Ja, dit was het eigenlijk wel. Ja. Dit was het. Wacht. Er is nog één laatste ding. Als je vriend of vriendin. Kan natuurlijk allemaal. Het gaat eigenlijk vandaag over vriendinnen. Want ik wou zeggen, als je vriend, vriendin dus, een meisje is, kan je. Ik bedoel echt een meisje. Ik ben geen meisje. Niet echt. Maar als je echt heel vriendin van meisje is en heel snel lacht, dan is dit een goede tip. Het hoeft niet echt een meisje te zijn. Het kan ook gewoon iemand zijn. In ieder geval, het moet iemand zijn die snel lacht op dingen. Zulke mensen zijn er vast wel. Toch? Ik kan bijvoorbeeld aan het lachen maken met een robot. Jullie horen het vast al. Ik heb een robot. Hij is nu te zien in beeld. Hallo, dit is de robot. Oh, nee. Hallo. Ja, dit is dus de robot. Hij kan ook dansen. Hallo. Ja. Als je vriend snel lacht, lacht hij misschien hierop. Maar ja, als je vriend. Dit werkt niet voor altijd, want als je vriend het al vaak heeft gezien, dan. Ja, dan werkt het denk ik niet meer. De eerste keer lachte ik er ook op, maar. Nu heb ik hem al heel lang, dus. Ja. Dat eigenlijk. Dus ja. Ja, dat zijn eigenlijk de meeste manieren om ja, je vriend aan het lachen te maken. Dit was manieren om je vriend aan het lachen te maken. Dit is mijn favoriet. Abonneer even op dit kanaal en ook op de Game de Blauwmaakje Shire Man. Ik zet een link hieronder en doei!